Ik ben Anna, ik ben ondernemer en ik houd ook van de natuur en wandelen. Ik ben nogal een bezige bij en de natuur brengt me tot rust. Dat ongerepte ritme dat balans brengt. Ik schreef Darag om uitdrukking te geven aan die meer natuurlijke weg. Je kan het leven gewoon niet helemaal afdwingen. Dat is soms eenvoudig en soms ook gewoon weg niet. Met Darag wil ik in de setting van een Keltische gemeenschap laten zien hoe zij met de dromen en de vertwijfelingen omgaan. Isling en Vlarik en hun onvoorwaardelijke band zijn de rode draad doorheen het verhaal.